Kerk Anima Mundi kan er mogelijk toch komen. Deze week heeft de gemeente Beuningen positief gereageerd op de nieuwe, aangepaste plannen van het kunstenaars-echtpaar Korte Kaas. Inwoners en belangstellenden hebben al een kijkje kunnen nemen hoe de nieuwe plannen eruit zien en zijn minder kritisch dan voorheen. En dat is goed nieuws voor het echtpaar, die dus wel aanpassingen moesten maken aan het kunstwerk. Nou ja, het is een immens verschil natuurlijk. Toen stond het op de dijk. Dus iedereen die er langs liep, die zag een geweldig monumentaal kunstwerk. En dat kon je ook echt direct aanraken. En nu ligt het helemaal verborgen in de perenbongerd. Anima Mundi is een stilteplek. Een plek waar je als 21ste eeuwse mens tot rust kunt komen. En eigenlijk word je uitgenodigd in dat kunstwerk om de drie grote levensvragen te stellen. Wie ben ik? Wat is de zin van mijn leven? En hoe geef ik mijn leven vorm? Want hoe mooi kan het zijn dat daar een beetje pelgrimachtige mensen alleen maar komen wandelen heen? Want dat is wat voornamelijk gebeurt. BMW heeft dus net haar Fiat gegeven om in principe daaraan mee te werken. Dus nou gaan we het officieel indienen als bestemmingsplanverandering. En dan hopen we dat mensen toch denken dat dit een aanwinst is en niet als angstproject voor van alles en nog wat. Het is nu wederom afwachten voor het echtpaar Korte Kaas en hopen dat het dit keer wel slaagt.